Bouwspeeltuin Bouwgein in Nieuwegein is de plek waar kinderen vrij kunnen spelen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Eind 2012 bestond Bouwgein precies 30 jaar. Wie herinnert zich niet de wekelijkse disco of de familiebijeenkomsten op Bouwgein? Velen in Nieuwegein zijn opgegroeid met de buitenspeeltuin in de wijk Partouw. Jaarlijks maken zo'n 500 kinderen gebruik van de activiteiten op Bouwgein. Het zijn kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Zij kennen Bouwgein van het ravotten op het terrein of het spelen in de bouwspeeltuin. Tot het noodlot toesloeg op 25 januari 2010. Door een felle brand werd het gebouw van Bouwgein verwoest. De brand was aangestoken en de daders zijn doorgepakt. Het gebouw was verloren. Een enorme aderlating voor de vrijwilligers. 3 jaar geleden is ons pand afgebrand. Nou, we zijn 3 jaar bezig geweest met fondsenwerving. Dus we hebben ontzettend veel zin om straks met het nieuwe pand weer aan de slag te kunnen gaan. We hebben het de afgelopen 3 jaar eigenlijk best wel goed gered. Maar dat pand hebben we nodig voor het voortbestaan van Bouwgein. En het is heel leuk dat we met dat pand ook weer nieuwe activiteiten kunnen gaan ontplooien. Die ook binnen plaats kunnen vinden. Dus ook meer knutselactiviteiten. Nou, straks gaat het pand gebruikt worden deels voor buitenschoolse opvang. Die hebben 1 of 2 ruimtes komen ze bij ons huren. We hopen daarnaast dat er veel incidentele verhuur van het pand mogelijk is. Feestjes en partijen kunnen weer in het pand plaatsvinden. We zijn bezig te kijken of we ook iets kunnen doen richting een verlengde schooldag voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar. En zo zijn we eigenlijk heel veel proberen initiatieven te ontwikkelen om mensen een plekje bij Bouwgein te geven. Zowel voor kinderen, maar ook wel misschien wel meer voor volwassenen ook wel erbij. Voor Bouwgein zijn vrijwilligers belangrijk en zijn er zo'n 30 actief. Het gaat om mensen die de huttenbouw op woensdagmiddag of zaterdag begeleiden. Maar ook op andere dagen zijn handen nodig, vertelt voorzitter Mirjam de Groot. Maar Bouwgein biedt meer. Vrijwilligers kunnen er terecht voor het opknappen van het buitenterrein of de tuin. Nou, het is lekker buiten werken, met een ploegje zo de allerhande dingen te doen. Gewoon bezig zijn, buiten. Ja, ik heb laatst ook een praatje moeten houden voor begeleiders. Ik heb ook gezegd van Bouwgein, zorg dat er meer vrijwilligers komen, want daar schijnt de zon altijd. Nou, we hebben ook maar 1 keer regen gehad, maar we gaan gewoon door. Ja, geen punt. Kinderen beleven hier het samen spelen, het samen bouwen, het leren samenwerken, ook het leren grenzen afbakenen en het leren respecteren van grenzen van een ander. Dat leren kinderen hier. Ze leren ook hier dat hier heel veel ruimte is en dat je gewoon lekker je gang kan gaan, een beetje aan kan klooien, dat je niet heel voorzichtig hier hoeft te zijn, dus dat je heel veel ruimte hebt tot ontwikkeling. En ik denk dat het heel fijn is, zeker als het slecht weer is, dat kinderen toch kunnen komen spelen. Binnen hebben we expres grote ruimtes waar ze ook gewoon lekker de ruimte hebben. Eind december is begonnen aan de bouw van een nieuw onderkomen. Het wordt een groot rechthoekig gebouw. Het wordt gebouwd van damwandplaten, dat is een soort stalen platen. En het gebouw wordt lichtgrijs met donkergrijs. Donkergrijs dak, lichtgrijze wanden en aan het onderste deel van de wanden, dat wordt dan weer steen. Geeft net wat gezelliger aanzicht en dat wordt weer donkergrijs. Het pand gaat ons ongeveer 3 ton kosten. Dat was een behoorlijke klus om het bij elkaar te krijgen. We hebben er ook niet voor niets zo'n 3 jaar over gedaan om alles helemaal geregeld te krijgen. Inclusief een aannemer vinden die het voor dat bedrag kon maken. Of gaat maken. Dat is een klus geweest. Bijna al het geld van Bouwgein gaat zitten in de bouw van het pand. Dan hebben we nog een pand dat ingericht moet worden. En daar zijn we op dit moment heel druk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen via giften van bedrijven en mensen. Op onze site www.bouwgein.nl staat een lijst van allemaal spullen die we nodig hebben. Dus ga je toevallig je huis opruimen, zit je met een verhuizing, weet je van een bedrijf dat gaat verhuizen, meld het ons of meld ons spullen die je bij ons kwijt kunt. Want ja, weggooien is zonde, wij kunnen ze gebruiken. Je ziet dat het achter ons nog een lege ruimte is. Wij verwachten dat we een eindje in het voorjaar van 2013 klaar zijn. Dus we verwachten echt het tweede kwartaal van 2013. Eind tweede kwartaal hopen we ons openingsfeestje te kunnen gaan vieren.